De laatste tijd hebben we enorm veel vraag. Mensen die willen beginnen feeden. Ook nu vooral met die open wedstrijden, vaste stok, feeden. Hè. Ze willen eraan beginnen, ze hebben nog niks van materiaal. Velen weten totaal niet wat. Ik heb het ook allemaal moeten leren. Veel verkeerde aankoop gedaan. Geluister achter dien. Veel keer ja, van alles en nog wat. Te zware feeders, te zware molens. Molens die niet sterk genoeg waren. Het ziet er allemaal schoon uit in boekjes, maar het is vooral aan het water dat je het leert. Ik ga nu gewoon een hengeltje tonen hier. Want pas op, ieder merk heeft zo'n hengeltjes, maar je moet goed weten op wat hij moet kijken. Ik ga dat een beetje proberen uit te leggen. Dus voor zo de Vlaamse visserij, 12 voet, 13 voet is meer dan genoeg. Je moet niet te veel over die 4 meter willen gaan, hebben we zelden nodig. Als dat daarop staat, bijvoorbeeld die medium, dat is een eentje van Tubertini. Medium action, 12 voet. Hè. Kan ook medium action naar 13 gaan. Oppassen met dat heavy, want dat heavy meestal, wat ga je hem? Te zware toppen. Veel hengels worden geleverd met toppen 2, 3, 4 of zelfs 5 os. Hebben we totaal niet nodig. Kijk vooral als je een hengeltje koopt. 1 top, 1 os, zelfs 0,75 of 1,5. De meeste die gebruikt wordt is 1,5. Soms een keer 2, vooral hier als dat echt een serieus stroom, dat je geen zwaarder in de tip moet gebruiken. Ook wat moontjes. Dat is ook een nieuwtje van Tubertini. Hè? Kijken voor een redelijke grote kop, een non-diepe kop liefst, metaal clipje. Dat zijn moontjes van ja, net de 100 euro gepasseerd, dus 100 en 130. Geeft dat uit voor een moon, want je gaat zien, ga je goedkoper, vooral met de feeder, en wil een keer meedoen op zwaarder water met korten van 50 gram of meer, of allez, zelfs van 40, dat ziet af. Veel meer af dan met een middel. Probeer een beetje deftige moons te kopen. Je moet niet altijd het duurste kopen, maar koop zeker ook de goedkoopste. Zo'n beetje de tussenklasse. 100, tussen de 100 en de 200 euro. Dan heb je zeker wat je gaat zoeken. Dat dan zomertje bijvoorbeeld, dat zit rond de 250. Heel deftig hengeltje, met de gepaste tips voor Vlaanderen. En de deftige moon, deftige gevlochten draad op 8 of 10 onders neem. En een voorslagje van 22, 25, meer dan genoeg. Voorslagje, de lengte van de hengel. Toetje of twee op de moon en ongeveer tot halverwege. Heb je die nog korter vis, daar ga je dat wel zien. Later, als je meer gaat feeden, ga je ook wel een beetje aanpassen. Ik kan ook nog veel leren, maar het is vooral voor die aankoop. Nog een keer, ieder merk heeft dat. Het is niet enkel Tubertini. Tubertini heeft zo'n materiaal. Het is wel op punt voor die Vlaamse visserij of Belgische visserij, je ziet dat. Het materiaal is een beetje gemaakt voor onze visserij. Bij veel merken is dat gemaakt voor Europa. En soms met die verkeerde toppen, dan moet je nog een keer toppen gaan extra kopen. Die verschieten toppen, veel keer rond de 20 euro, of zelfs nu tot 30 euro van sommige te merken. Voor ook een mooie reeks, is van Blackthorn, is die Christa. Dus die tweede daar is ook een hengel, echt vind ik perfect voor de Vlaamse visserij. Zeker tot die 3,75 meter. Heb dat die 3,60, heb dat die 3,75 en 3,95. Dat is ideaal voor onze visserij, maar dan een keer een beetje verder. Laat jullie ook niet opmaken door altijd maar die afstanden te horen. Leer deftig feeden of 30, 40. Ben ook geen goede werper. 60 houden als de wind een keer goed zit. Maar zo probeert dat de volgende op 55 en dat zal wel heel wat zijn. Op vele plaatsen, 20 meter, 25 meter, 30 meter, daar worden de wedstrijden van. Maar als kilootje voeder meer dan genoeg van met die feeder, mag dat je een beetje doder voeder hebt dan bijvoorbeeld met de vaste stok. Dat dat niet zoveel leeft, ook leem gaat soms een keer, hè, maar niet te veel. In het begin had ik altijd last van te kleine vissen, dat was gewoon mijn vaste stokvoortje, dat werkte een beetje te veel. Nu zit ik met dodervoeder, s'avonds nat maken, dus ja, goed in de korf aandrukken. Keuze maar, heb er geen 100 soort nodig, weer, laat die niet zot maken. Metaalkorvetje en een plastic soort, hè, dat is dan een beetje, als er een beetje wind staat, ga je veel gemakkelijker werken met zoiets. Soort speedkorvetjes. Bijvoorbeeld in visserijen zoals ijzer, waar het een beetje meer modder ligt en meer slijk, maar gewoon zo'n plat korvetje. Regelmatig ook een keer wissen. We zien ook iets mooi gemaakt van Matrix, plastic korvetjes, zoals speedkorvetjes. Onderlijntjes, wat gaat er goed? Die rolletjes is echt gemakkelijk, dat is met een naaldje. Ook terug, ieder merk heeft dat. Meer heb je niet nodig. Kasten, zeker niet vergeten. Pieren. Muggelarm, ach je mag, je moet daar de keuze in maken. Hè. Nu en dan een keer heb je dat nodig, maar zeker niet altijd. Maden, pinkjes en dan is het. Wat dat er ook wel een verschil maakt,
in het feeder dat ik nooit gedaan heb met de vaste stok, dat die maanden behandelen. Maanden of vier. Ze klappen zij altijd wel van heen naar de tiertjes langs hier en dan gewoon. Het is in de veel die nu en dan een keer die maanden behandelen of die pier. Ook niet altijd. Geen dat ik al jaren zeg. Nu en dan een keer levert zeker iets op. Voilà. Nog een tip. Geen te lange feederarm nemen. Neem de feederarm, eigenlijk het kortste is wel genoeg. Je gaat dat zien. In het begin ga je denken van, oh dat moet lang zijn. Die hengel moet ondersteunen tot, ik weet niet waar. Kort feedersteuntje. Hè? Allemaal, allez. Dat je lang terug hetgeen dat je uitgeeft. Hè? Het is wel zo, meer dat je uitgeeft, elke keer hoe beter, vooral in zo'n materiaal. Maar je moet daar ook geen 100 euro's aan gaan uitgeven. Deftig afsteunertje zoeken hier. Dat je gemakkelijk zit, dat dat niet te laag staat. Dat je kan regelen. Zie je ook niet terug, meer en meer. Nee, het is groter of langer, dat dat echt zo op je belhoogte komt. Of je legt hem op je bel. Soms krijg je maar traag beter, vooral in de winter, is dat dan nog wel een beetje alleen. Voilà. Heb je er iets van geleerd, hè? En binnenkort op de open deurdag misschien. Voilà.